ouders zijn gedestabiliseerd door de toeslagenaffaire dat ja. dus is aangedaan. Dus als je dat wil herstellen en wil rechtzetten, dan kan je dat toch parallel aan elkaar laten lopen. Veet, je bent als kind uit huis geplaatst en vervolgens ook nog eens een keer slachtoffer van de toeslagenaffaire. Nou, de jackpot hè, kunnen we wel zeggen. Ja, en dan heet je ook nog eens Veet, dat betekent vertrouwen. Ja, hoe kom je daaruit? Hoe kom je daar? Dat is een goede vraag. Nou, allereerst denk ik uh, veerkracht, heel veel veerkracht moet je hebben. En niet opgeven. Ik bedoel, als kind ben ik inderdaad toen naar het huis geplaatst, dat was vreselijk. Dus ik ken het systeem maar al te goed, helaas. Ja. En dan uh, ben je daar, heb je daaruit uitgevochten, en dan kom je in het toeslagenschandaal terecht. Ja, je, je kan het zo gek niet bedenken inderdaad. Ik ben uh, zelf jurist zoals je aangaf en um, ik dacht dat los ik wel op. De eerste brief die er kwam van oh ik ga een bezwaar. Dat komt wel goed, ik bedoel ik ben goed met woorden. Dus ja, vele telefoontjes later, vele brieven later. En uiteindelijk inderdaad ook in het zwarte gat beland. Ja. En het vertrouwen zoals je dan zelf heet, heb je dat tot nog? Niet in de overheid. Nee? Nee. nee. En ik vind ook niet dat ze op dit moment er alles aan doen om dat vertrouwen weer te herstellen. Ja, want zullen we het daar eens over hebben? Want we ja. uh, hebben natuurlijk alles gevolgd, we weten allemaal hoe het gelopen is. We zijn nu in een situatie. Uh, de minister zei twee maanden geleden tegen mij: kom over twee maanden maar terug, dan heb ik resultaten. Uh, wat is er volgens jou in die afgelopen twee maanden gebeurd? Nou, dat hangt er af wat hij verstaat om de resultaten. Kijk, de ouders verstaan om de resultaten dat ze oftewel contact herstellen met hun kinderen of hun kinderen terug, of in ieder geval de stappen daarnaartoe, de eerste stappen, ja. zoals bijvoorbeeld ja. een onafhankelijke herbeoordeling. Ja. Dat is tot nu toe niet gebeurd. Ook de eerste stappen niet. Nee, wat ik voornamelijk hoor, terug hoor van ouders, is dat het OT voornamelijk bezig is met het stabiliseren van de situatie. Zij geloven namelijk in het feit dat als ouders nog steeds gedestabiliseerd uh, gede zijn door de toeslagenaffaire, dat dat eerst tot rust moet komen voordat er überhaupt zulke stappen kunnen worden ondernomen. Ja, zodat ja, je überhaupt kan denken over je kinderen ja. weer terug te hebben. Zit daar niet wat in eigenlijk? Dat ligt eraan hoe je het bekijkt. Want ouders zijn gedestabiliseerd door de toeslagaffaire. Ja. Dat is aangedaan. Dus als je dat wil herstellen en wil rechtzetten. dan kan je dat toch parallel aan elkaar laten lopen. Wat vind jij ervan dat het OT. Uh, eigenlijk een opdracht van hmm. de overheid nu met de ouders praat? Het is niet onafhankelijk als je de opdracht krijgt vanuit de overheid. Het zou voor ouders veel fijner zijn. als er een onafhankelijk team of een onafhankelijke commissie is die dat begeleidt. en die de opdracht daartoe geeft. Ja, ja. Heb jij ook het idee dat die mensen nu, die nu moeten gaan praten of die worden uitgenodigd voor het OT-team, uh, ik geloof dat er niet zo heel veel aanmeldingen zijn onder die ouders? Begrijp jij dat? Ja, dat begrijp ik. Wij hebben namelijk inderdaad toen een enquête gehouden en daaruit kwam gewoon naar voren dat heel veel mensen het OT ook niet kunnen scheiden van de overheid. Ja, ja. Dus de weerwind geeft aan, ja, maar het is, ze zijn neutraal, ze zijn onafhankelijk, maar voor ouders werkt dat gewoon niet.